De basis van Aurubis in Olen, kopersgroot. Met vuur, ovens of stroom, elektrolyse, wordt het gerecycleerd tot zuiver koper. De komende jaren gaan ze hier investeren in nog een derde recyclagetechniek met zwavelzuur, hydrometallurgie in vactaal. En dat zal ook de output hier veranderen. Wat nieuw is voor ons, is dat het koper hier eigenlijk als een soort van dragermetaal gaat fungeren en niet meer het basismetaal is. We focussen dus eigenlijk een beetje in op koper, maar evenzeer op andere metalen. En dan denken we bijvoorbeeld natuurlijk aan goud, aan zilver, platina, rhodium, maar evenzeer nikkel en andere interessante metalen voor technologische toepassingen. Metalen die de omzet hier van 10 miljoen euro per dag naar 20 miljoen moeten brengen. Metalen ook waar steeds meer honger naar is. De vraag naar die bijzondere metalen die is stijgend. We denken daar bijvoorbeeld aan de elektrische wagen en de batterijenmarkt enzovoort. En ook daar willen wij ons voor een stukje op inpikken natuurlijk. De nieuwe installatie, goed voor 60 nieuwe jobs, vergt een investering van meer dan 100 miljoen. In 2023 moet ze operationeel zijn. En de directie is ervan overtuigd dat ze nog tot meer banen en investeringen zal leiden. We spreken daar bijvoorbeeld op een edele metalenraffinaderij, een verdere opzuivering van onze nikkelsulfaat, maar waarom ook niet een andere bijzondere metalen. Dus ik denk, nadat we deze investering tot leven hebben gebracht, 2023, dat er opnieuw een 50, 100-tal jobs zouden kunnen bijkomen.